We zijn vandaag uitgenodigd bij Kunstpost Mariehoeve om te kijken wat hier allemaal gebeurt. We staan hier in de Kunstpost, hè? Ja. Kunstpost Mariehoeve. Ja. En daar bent u de directrice van. Ja, ik ben dit in 2008 begonnen. Ik woon hier aan de overkant en het stoorde me mateloos dat er gewoon niks op het gebied van kunst was. Toen dacht ik van waarom is hier geen kunst? En toen kwam ik toevallig Anneloes Groot tegen, die jullie ook kennen. En die zei van ja, ik wil heel graag in mijn eigen wijk exposeren en ik wil heel graag atelierruimte hebben. Toen zei ik, nou, voor één kan ik dat niet regelen, maar als je meer mensen weet, dan kan dat wel. Dus toen kenden ze ook Rosa Barami en Tatjana Johansson. En toen zijn we met die drie kunstenaars en ik zijn toen op pad gegaan om te kijken van, nou, wat kunnen we vinden en wat kunnen we regelen. Anneloes wist dat het postkantoor hier op het Denenburg leeg stond. Daar heb ik toen naar gebeld en de sleutels gekregen. En die belden meteen achteraan van, oh, je gaat toch niet kraken. Nou, we hebben uitgezocht wat het kostte. Dat was €700 in de maand, puur alleen al aan dingen als gas, licht, water. Dan hadden we dus nog niks, geen huur betaald of wat dan ook. En moesten de VVE-bijdrage betalen. Nou, dat werd gewoon te duur voor ons vieren. En toen zijn we van daaruit zijn we verder gegaan. En toen hebben we van Stroom een pand gekregen op het Isabellenland. Daar hebben we 13 maanden of 14 maanden in totaal ingezeten. Toen zijn we een halfjaartje dakloos geweest. En toen zijn we hier terechtgekomen. Dit pand is van de British Cool en dit zit helemaal vol. En zelfs de keuken is verhuurd. Een van de buren hier heeft zangles en die komt hier in de keuken oefenen. En voor de rest, het grootste gedeelte tekent en schildert. Ik sta hier bij een meneer. Kunt u zelf even voorstellen? Regier. Ja, en wat bent u van deze vereniging? Ik ben voorzitter van Kunstpost en tevens beheerder van het pand. Ja. Dus wij hebben dat op die manier gekregen dat ik als beheerder op zou treden. Dus alles wat kapot gaat, dat moet ook gemaakt worden. En dat er orde blijft in het hele pand. En ja, we hebben er diverse dingen in zitten. En kunstenaars, maar ook een treinclub, een kinderclub. En zo is er van alles eigenlijk te doen. Dus er is altijd leven in de brouwerij. En werkt heel leuk. En voor de rest doen we nog heel veel in de wijk. En er gebeurt van alles. Een groot gedeelte schildert, maar ieder doet het helemaal anders. En het doel is om met de kunstenaars die bij Kunstpost aangesloten zijn te exposeren. Lol te maken op het gebied en kunst als basis te hebben. En daar ook de buurt en de buren bij te betrekken. En bent u als beheerder ook 24 uur beschikbaar? Dat ze je ook bellen voor lampjesstuk, kan je even gauw vlug komen? Of valt dat mee? Nou, voor lampjesstuk kom ik niet zo gauw terug. Maar we zijn wel in principe 24 bereikbaar. Ja, ook als er wat gebeurt, dan zal de politie bellen. Maar er gebeurt nooit wat. En dus ik kan gewoon rustig 's nachts slapen. Dus ook wel lekker. We staan hier in het atelier van Barbara Gellich. En Barbara is Italiaanse en woont sinds 93 in Bezuidenhout. En dit is haar atelier. Zij schildert vooral koeien in de Italiaanse traditie. Ze kwam van oorsprong uit Genua en in het Aostadal, vlakbij, dat ligt hemelsbreed dichtbij Genua. Daar worden koeiengevechten georganiseerd en zij schildert vaak de prijswinnende koe. Op basis van foto's van de eigenaar of ze maakt zelf foto's. En daarnaast maakt ze ook een heleboel andere voorstellingen. Je ziet dat ze uit Italië komt ook. Nou, kijk maar naar zo'n landschap als dat. Dat ziet er toch echt Italiaans uit. En voor de rest kan ze ook heel goed bloemen schilderen. En heeft hij ook iets met de kunst die je hier ziet? Ik heb niks met kunst. Ik ben ook helemaal geen kunstenaars. Het enigste wat ik kan tekenen zijn twee lucifers. Eén met een rood kopje en één met een bruin kopje. En dat is dan ook alles. Maar je hoeft niet kunstenaar te wezen om er een hele mooie club van te maken. Dus dat werkt wel. En ik had begrepen dat u ook al uitbreidingsplannen heeft. Ja, klopt. Hier aan de overkant staat een pand leeg op de Haverkamp. En de grote kans dat we daar ook de sleutels van krijgen is hier binnenkort. En die ruimtes gaan we ook weer verhuren als atelierruimtes. En ook gaan we daar
voor de wijk dingen organiseren, zoals klaverjassen en nou ja, buurthuis te kampen in oprichting. En nou, we zijn in ieder geval van plan om ook de buurt en de buren bij dat pand te betrekken. Maar heeft dan ook niet als beheerder, als je rondloopt, dat hij toch wel af en toe kijkt van, god, wat zijn ze toch aan het doen? En dat hij ook uw favorieten ertussen hebt gezet, laat ik zo zeggen. Dat doe ik zeker. Ja. Dus iedereen, het een kan je wel mooi vinden en het ander denk ik wel eens, dat is foei lelijk. Maar ja, iemand die maakt dat en die heeft daar toch een gedachte bij. En dus daar kan ik niet in kijken. En, maar ook dingen zijn best wel mooi om te zien, zeker. Ik begrijp uit uw woorden dat er toch wel aardig wat ruimte nodig is. Is dat dan zo tekort hier in Den Haag aan de atelierruimte? Ja. kijk, je kan via stroom atelierruimtes huren. Maar dat is alleen voor professionele kunstenaars. En bij ons zijn heel veel kunstenaars aangesloten die zeer vergevorderde amateurs zijn. Of mensen die wel bij stroom zijn aangesloten geweest, maar dan moet je regelmatig balloteren. En als je dan niet meer door die balotage of de herballotage heen komt, dan mag je niet meer huren. En wij kijken puur naar het eindproduct. En we kijken niet of iemand een opleiding heeft, of iemand al 5 jaar toevallig of 20 jaar de kunst even opzij heeft moeten zetten voor andere dingen. Of omdat ze moeder werd, of omdat het gewoon de tijd er niet voor was, of het huis was te klein, of er was geen atelierruimte. Daar kijken we niet naar. We kijken puur naar de kwaliteit van het werk. Hier wordt ook geballoteerd. En dan kunnen de mensen die aangesloten zijn, kunnen ook atelierruimtes huren. En inspireert het nog wel eens wat om te proberen wat anders te maken dan alleen die 2 lucifertjes? Dat gaat me gewoon niet lukken. En ik wil op mijn eigen er ook niet meer aan gaan wagen. We willen wel uitbreiden en daar zal ik mijn eigen voor 100% of 200% voor inzetten. En om nog meer mensen bij elkaar te krijgen die het kunnen maken. En ik denk dat ik dan een gelukkig mens ben als dat allemaal lukt. Dus u bent ook eigenlijk een beetje aan het zoeken naar alle lege panden in de buurt, of gewoon lege panden die beschikbaar zijn voor dit soort projecten, zeg maar. Daar zijn we helemaal gek op. Ja? En ook ja, er komen best wel panden leeg momenteel. En daar zijn we hard mee bezig met de gemeente in samenwerking. Om daar toch ook gebruik van te gaan maken. Ja, en heeft u zoiets van, goh, dat bij ons zit. Dat valt wel erg op, als onmerkelijk. Wat valt daaronder? Dingen die er echt uitspringen. Ja. Nou, Margret Sabé, daar ben ik zelf een heel groot fan van. Die zit dan wel net over de grens in het centrum. Die heeft Atelier de Weefster en die weeft onder andere ook lijkwades. En daar ben ik zelf heel enthousiast over. We hebben Reza Salia. Dat is een van oorsprong Iraanse man. En die kan echt prachtige portretten schilderen. Gewoon, hij heeft een portret van een oude man. Nou, je kan hem bijna een hand geven. Nou ja, het is wel bijna fotorealistisch, maar ja, je ziet wel dat het echt een schilderij is, maar het is zo ontzettend mooi gedaan. Ja, want zoek u echt alleen panden, zeg maar, in dit stukje van de stad of gewoon de hele stad? Voorlopig zoeken we nog even hier in deze omgeving, omdat het liefst een beetje dicht bij elkaar. Dat is het makkelijkste werken. Maar de bedoeling, als het niet anders kan, dan wijken we uit naar een andere plek. En dan kunnen we ook weer verder uitbreiden. Ja, Barbara vind ik ook heel mooi, want ja, ik ben gek op koeien. Dus ja, zij schildert koeien en Babs die heeft hele mooie dingen erbij zitten. En Ronald maakt weer heel andere dingen. Die heeft dan meer fascinatie voor het vrouwelijk lichaam. Maar dan zonder dat het naakt is. Ja, want wat ik ook bijzonder vind is dat het heel vaak toch schoolgebouwen zijn die al hele tijd of geen functie meer hebben, of die eigenlijk de tand destijds niet zo erg doorstaan hebben. Ja, dat heb je. Dit is best wel een relatief al oudere wijk. En ja, daar staan ook oude schoolpanden. En die zijn niet meer van deze tijd, dus die worden afgekeurd en daar wordt nieuw voor gebouwd. Dus die vertrekken, er staat hier nog een pand van de Mondriaan die leeg staat. En dat is allemaal vertrokken naar Laak en ja, zijn wel druk mee bezig.
klinkt in ieder geval dat er een hoop hier te zien valt. En, stel je voor, ik ben kunstenaar en ik zou heel graag atelierruimte willen huren, want ik kan het niet meer thuis op mijn kleine kamertje. Hoe zou ik dan met u in contact kunnen komen? Stuur een mailtje naar info@kunstpost.nl en dan stuur ik je het ballotageformulier toe. En na ballotage kan je dan een atelier huren. Ja. En nu ben ik geen kunstenaar, maar nu ben ik gewoon heel erg geïnteresseerd in wat er allemaal hier gemaakt wordt. Hoe kom ik dan met u in contact? Kijk, op de site staat ook een stukje contact en je kan bellen. Okay, en de website is? www.kunstpostmariehoeven.nl. Nou, ze zeggen, blijf lekker zoeken, geef ze lekker plek, want ze kunnen dan lekker hun energie kwijt in de kunst die ze maken. Dat zal ik zeker doen en ik zal al mijn energie ingooien dat het ook weer goed gaat worden. Dus okay. Daar staan we voor. Dank je. Alsjeblieft.